Ik ga op bezoek bij Cas Heinck vandaag om het indrukwekkende verhaal van de oorlog te horen. Wat ze heeft meegemaakt in Nederland en wat het later betekende voor haar. En nou, we zijn aangekomen. De deur staat al open, zie ik. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Fijn dat we even mogen komen. Geweldig, joh. Ja. Tijd niet gezien, hè? Nee, ik ben benieuwd naar uw verhaal. Ik zit in de woonkamer bij Cas Heinck, 86 jaar oud. En zelfs een oud-lerares van mij. Cas, bijzonder om met jou te spreken over de oorlog en indrukken van vroeger. Ja. U vertelde altijd over de oorlog, hè, op school al, toen ik zelfs een klein kind was. Ja, dat deed ik. En in een bepaalde tijd, hè, zo'n beetje in mei. En eigenlijk is mijn tijd september. En wat bedoelt u daarmee, september? Omdat toen, in 1944, de Airborne's uit Engeland overvlogen met parachute, vlak bij ons huis eigenlijk. Ja. Want we keken ernaar en we hadden toen toch niet door wat dat werd. Maar het waren dan de Airborne's die ons kwamen bevrijden, dachten we. En dat was in Oosterbeek, als ik me niet vergis. Dat was in Oosterbeek, ja. En daar woonde u toen in die tijd? En daar ben ik geboren en getogen. Hè? Hoe oud was u toen dat gebeurde, dat indrukwekkende tafereel? Ik was 7 toen de oorlog begon. Dat is dan 10 mei geweest en 11 jaar dat het, 1944 dan, de Engelsen kwamen. En daar vertelde u indrukwekkende verhalen over op school? Ja, nou ja, dan gebeurde natuurlijk die eerste tijd, een paar dagen, gebeurde er heel veel. Ja. Iedere dag kwamen die parachuten natuurlijk, en wij naar buiten kijken. Die hadden alle kleuren, hè? Dat had ik niet in de gaten, wij niet. En mijn vader die dacht, nou, die wist wel eigenlijk wel zeker, dat zijn de Engelsen, die komen ons bevrijden. Dus wij gingen allemaal naar binnen toe, pakten onze vlaggetjes, vandaar dat ze hier ook staan. En gingen we buiten helemaal zwaaien ermee van, hallo, komen jullie ons bevrijden? En ze waren nog niet net op de grond of ze liepen langs onze straat, al die Engelsen. En dan deelden ze spullen uit. We kregen van alles toen. Dat vonden we heel geweldig. Zoals? Wat kreeg u? Nou, chocolade. Vooral biscuit. Als je dat at, dan had je een hele maaltijd. Dat was het biscuit die de militairen dan ook aten. En zo deelden ze sigaretten uit. Al die eerste dingen waar wij, hadden we tijden niet gezien eigenlijk. En dat vonden we geweldig. En dat ging 2 dagen goed. En nog een dag, dat ze ook allemaal langskwamen en wandelden richting Arnhem. Dat hadden ze verteld. En mijn vader kende toen een beetje zijn Engelse taal wel, ik helemaal niet. Dus moest maar een beetje zomaar ermee praten. En ondertussen liepen ze door en wij volgden het toen. Maar dat is dus 2-3 dagen ongeveer, 4 dagen. En toen was het een beetje stiller aan het worden. Wij dachten, de Engelsen waren toen weg? Nou, dat is het. Dat wisten we niet. Want we zaten veel binnen. We gingen natuurlijk wel weer naar binnen. Maar het was eigenlijk wel een beetje spanning. En toen wij dus binnen waren, merkten we dat de straten ook leeg gingen. Het werd rustiger in Oosterbeek, helemaal, maar toen opeens hoorden we schieten, de knallen. En toen is daar eigenlijk het begin van de eerste oorlog begon bij ons. De Duitsers waren er nog en die hadden veel naar Oosterbeek, Arnhem, teruggetrokken vanuit Duitsland en die vochten met elkaar. Engelsen tegen de Duitsers en dat werd hoe langer hoe erger. En u was al die tijd in huis? En wij zaten al die tijd in huis, maar toen ze met schieten begonnen, zijn we naar de kelder gegaan van ons huis. Ik heb ook die foto's hier van het huis hier. En die kelders die waren erg met hele dikke balken. Ja. En dat was een beetje veilig gevoel, zei mijn vader en moeder. En er kwamen de buren ook bij ons erin en het zat een beetje vol en er durfde eigenlijk niemand meer goed op straat. Als je hoort schieten, dan ga je niet meer naar de straat toe. Dus we bleven zitten en dat was een enkele dag nog. En opeens kwam er bij het kelderraampje
Dat stond een beetje open en daar hoorden we een stem schreeuwen. Bitte schnell! Sie müssen aufstehen en weg hier. Es ist ganz gefährlich, aber wir sollen nicht schießen. Draus, draus. Nou, wij eruit. En mijn vader heeft toen de fietsen uit het onderhuis gepakt. Dat waren fietsen met houten banden. Daar heb ik dan ook op mijn PowerPoint gezet. En dan, gelukkig maar, want ik had dan hier zo, ik zal het even pakken. Deze dingen, die lagen al rondom in de tuin. En dat zijn dus mortiergranaten. En daar waren natuurlijk ook deze stukjes van, dat is ook ijzer. En als je daar overheen moest fietsen, is maar goed dat we houten banden hadden. Want ja, dan was je een paar meter kunnen en dan. Dus die hadden we en moesten we inpakken, dat hebben we ook gedaan. We hebben alles legden we zo'n beetje achterop. De rest van de mensen uit de kelder gingen naar hun eigen huis. En die gingen ook inpakken, want we moesten dat doen. En mijn vader die had het eten en je nam nog maar wat gauw wat mee. En ik vroeg toen, ach mam, mag ik mijn pop meenemen? Grote pop, hij staat ook op mijn PowerPoint. En het was een hele grote. En toen zegt ze, nee kind, dat mag echt niet. Die pop laten we hier. Je mag je knopen wel meenemen. Dat verzamelde u. Dus ja, knopen, daar speelde ik altijd mee. Ah, ja. Want er was geen speelgoed meer te koop, helemaal niks meer die laatste maanden. En dan maakte ik dat schooltje toen al van. Kleine knoopjes zo naast elkaar zetten. En een grote snoer was dan de meester. En nou had ik zo allemaal in mijn gedachten. Ja, ze hadden helemaal verzinnen. Ja. Dus die knopen mocht ik dan wel meenemen, want dat was te doen op de fiets. Maar nee, de pop niet. En toen denk ik, och jee, die pop. En mijn vader en moeder waren bezig met die fietsen nog in te pakken. Toen heb ik toch die pop gepakt. En heel stiekem, want ik mocht helemaal niet meer doen wat ik toen deed, sloop ik de trap op naar boven met de pop. En die heb ik op mijn eigen slaapkamer onder het bed gesmeten. Zo, met een ding helemaal tegen de muur. Dan verstopt dacht ik, eigenlijk, misschien dat ik hem nog weer terug kan vinden. Nou, weer naar beneden. En mijn vader en moeder, ik heb niks gezegd. Die wisten het ook verder niet. Maar die pop lag er. In ieder geval, voor mijn gevoel, ik heb er wat aan gedaan. Nou, we zijn op de fiets gestapt. Ik zal wel een beetje opschieten. En langs die Duitsers ook, die stonden daar met kanonnen, hè. Dat waren allemaal Duitsers. En u was 11 jaar, dus dat maakte indruk. Nee, ja, maar dat was zeker, dan ben je 11 jaar. En moest je met de fiets af en toe over dode mensen heen stappen. En gek, ik vond het heel gewoon. Gewoon het idee dat je weg kon. Vonden we, voor mijn vader en moeder ook, was het toch een fijn gevoel. Ja, en waar ging u naartoe? Dat was het, naar Arnhem. Want daar woonde een broer van mijn vader, die was ook hoofd van de school. Mijn vader was ook toevallig hoofd van de school. En daar kregen we een poosje onderdak, maar die moesten uiteindelijk ook weg daar, uit Arnhem. Maar dan was het toch nog veiliger dan in Oosterbeek, want daar kwamen grote, echt hoor, van die grote dingen, granaten, op ons huis en later ook. Dat zagen we toen we thuis kwamen. Maar Arnhem heb ik daar niet zoveel even van gevoeld. En dan moesten we toch ook weg. Toen zijn we naar Beekbergen gereden. In Beekbergen hebben we in een huis gezeten van allemaal bejaarde mensen. Nou, was goed, maar we moesten wel even als kind even helpen. Dus de vloer schoonmaken, dat heb ik een hele tijd moeten doen. Dus, nou ja, dat vonden we eigenlijk normaal. Dan deed je tenminste wat. En daar gingen we ook weer weg, want mijn vader had een kennis in Friesland en we probeerden daar te komen, want daar was het nog rustig. Dan zijn we weer op de fiets gestapt en via Zwolle gereden, daar langs de straat gevraagd of we konden overnachten. En dat kon bij sommigen, die zeiden meteen ja, dat mag. Ja. Toen weer verder gegaan naar Steenwijk, ik doe dat maar even snel. En Steenwijk zat familie en toen zeg ik tegen, op een gegeven moment zaten we op de fiets daar naartoe. Toen zegt mijn vader, meid, het is 13 december, je bent jarig vandaag. Och ja, had ik helemaal niet aan gedacht. Ja, ja, we gaan toch maar lekker doorfietsen. Hè? Ja, dan zijn we ook netjes bij die tante gekomen.
En toen had mijn vader gezegd, ja, ze is nog jarig, maar ook vinden we wel een beetje zielig. Oh, zegt ze, dan ga ik eerst eens wat lekkers maken. Mm. Dus die was, ging aan het werk en die zegt, maar ik heb ook nog een cadeautje voor je, want ik zie dat jij met knopen speelt. Wacht eens even. En toen ging ze naar haar winkels en die hadden zo'n, ja, een beetje een lappenwinkeltje, yeah. En knopen verkocht ze ook. Dus toen kwam ze met een hele handvol mooie knopen en die legde ze neer, zo, dat is jouw cadeau. Nou, dat vond ik toen prachtig. Ik was er helemaal... En die zitten daar dan ook een beetje in, maar het zijn nou ja, eigenlijk knopen van niks. Maar ik was er heel blij mee. Nou, en toen zijn we daar de volgende dag doorgefietst naar Langweer. In Langweer was die familie op een grote boerderij. Aan de ene kant mochten wij verblijven en de andere kant heeft de boer en de vrouw... En we hadden ook één dochter genomen. En zo hebben we daar... Zijn we daar echt ook heel lief ontvangen en lekker gegeten, want boerderij was natuurlijk alles eigenlijk, ja, aan eten. En ze hadden daar nog niet een oorlog of nee, zo meegemaakt. Friesland. En, ja, Friesland, helemaal niks. Ja. En daar heeft u gezeten daar, met uw gezin tot de bevrijding van Nederland? Ja, we hebben daar gezeten tot, dachten we, mei, maar wij konden pas in juni naar huis, omdat alle huizen in Oosterbeek moesten opgeknapt worden. En dat was natuurlijk een hele klus. En dat deden Rotterdammers, die waren zelf gebombardeerd, maar in die jaren waren ze weer zover dat ze ons konden helpen in Oosterbeek. Dus wij zijn, ik heb daar ook in Friesland les gehad, dat moest. Mijn vader zei, ja, maar we gaan lezen, schrijven, ja, rekenen. Dus dat moest ik 's morgens ook doen. Maar 's middags mocht ik naar de boerderij, naar de beesten. En daar was ik een paar keer geweest en toen denk ik, goed, die zitten daar allemaal te melken en de boer is eigenlijk, dat wist ik al, een beetje ziek. Die had astma. Maar die melkte ook nog. En toen had de dokter al gezegd, jij moet niet zoveel in die boerderij mee komen, want er gaat fout met jou. En toen dacht ik, als ik nou eens leer melken, en dat heb ik gedaan. De knecht heeft mij geholpen en die, dus ik zou het nog wel kunnen, yeah, want je deed het allemaal met je handen. En ik ben toen echt al die tijd, elke middag, bezig melken. Ik kreeg 11 koeien, waren van mij. En dat is gek, dat is net als een hond. Die kende jou, hè? Ja. Als ik kwam, dan begonnen die allemaal in te rommelen. Dus die miste u toen, ja, u weer naar Oosterbeek, ja, ging? Ja, dat later wel, hè? Want, ja, ja, toen wij, want toen liepen ze in de wei ook al op een gegeven moment. Want toen was het al ja, maart, april. En dan kwamen ze in de wei naar me toe. Ja. Gewoon. En hoe trof u in Oosterbeek uw huis aan? Nou, toen wij er kwamen, was het weer een beetje hersteld. Maar heel veel uit het huis gestolen. Alles, nou, het servies, alles bijna, hè. En we zagen ook dat ze het gemaakt hadden, maar binnenin hadden ze niks gedaan. Dus een piano was kapot, het orgel was kapot, er was een heleboel troep. Dus hoe was het met de pop? En de pop. Die was er niet meer. De kinderen en die was weg. Ik ben naar boven gegaan, niks gezegd, en naar boven gegaan. Maar dat was ook allemaal kapot, maar de pop was weg. En dat weet ik nog, dat ik toen tegen mijn moeder zeg, ik heb hem daar opgeborgen en hij is weg. Nou hoop ik, zei ik toen tegen haar, dat er een kind is die er wel fijn mee kan spelen. Ja. Dus. Is dit het verhaal wat u vertelt op de basisscholen, ja, ook vandaag de dag nog? Ja, ik heb dit precies en nog wel meer ertussendoor. En de ene klas vertel je wat anders dan in een andere. Het ligt er maar aan wat voor groep het was en hoe ze reageren. Maar ze waren allemaal stil. Dus ja, alleen na afloop, maar daar begin ik dan ook meestal mee. Hè? Je mag alles vragen, maar als ik praat, dan wil ik het graag eventjes niet. Dat je dan, nou, daar hebben ze, al die klassen zich aan gehouden. Zelfs in Zeeland was ik. En wat grote jongens, 18 jaar waren die. En ik denk, oh, dat wordt niks, maar waren ook stil. Ja. En waarom vindt u het belangrijk om dat verhaal te vertellen? Nou, ik vind dat dit moet je doorgaan vertellen. Vrijheid is geweldig goed. Dat hebben wij, ja, ik vind het eigenlijk nou maar een beetje matig, die vrijheid alweer. Hè? Al die enge dingen die gebeuren in Nederland. Maar toch zijn we nog vrij. We hebben geen echte oorlog. En dat moet je doorvertellen.
en zoveel mogelijk. En het liefst van mensen die dat nog hebben meegemaakt. Ja. Want die, ja. De Tweede Wereldoorlog die ligt gelukkig ver achter ons. Ja. Maar in de jaren 90 was er ook een oorlog. En die was in voormalig Joegoslavië. Dat klopt. Ja. En in 1992 bent u begonnen met een klas om brieven te schrijven aan de Nederlandse militairen die daar toen dienden. Dat klopt ook. Waar komt dat idee vandaan? Dat idee kwam uit de krant. Vertel. De Telegraaf. Die las ik natuurlijk ook al en nu nog. En daar stond in een heel klein, maar ja, dat is, ligt nu allemaal, hè, dat weet je. En zo'n stukje maar, en daar stond op, lieve mensen, schrijf ons alsjeblieft eens brieven, want we vervelen ons hier te pletter. Bosnië was dat toen. En die zeiden allemaal, ja, dat gaan we doen. Hartstikke leuk. Ja, dus u nam dat artikel mee naar de klas? Ja, naar de klas. En u vroeg aan de leerlingen van, zullen we deze militairen een brief gaan schrijven? Ja. Daar bent u mee begonnen in 1992. 92, ja. Ja. En wat deden de blauwhelmen, hè? Want zo werden ze genoemd, die Nederlandse militairen, wat deden die daar? Ja, die moesten daar Bosnië natuurlijk zeker, er was daar ook oorlog. En een griezelige oorlog. Zodat zij van ons daar moesten meewerken om daar het veilig te krijgen eigenlijk. Ja. En daarvoor zaten ze er ook, die militairen. En blauwhelmen, hè? Ja, waren het. Ja. En het bleef niet onopgemerkt in Nederland, hè? Want ook de 5-uur-show die gaf daar toen aandacht aan. Ja. Omdat de brieven ook terugkwamen en omdat het een bijzonder verhaal was. Dat een goed klopt. Idee van u eigenlijk. Nou ja, dat kwam zomaar eenmaal op, want dat is een beetje mijn doel, hè, ook vaak. En ik ben een fan van militairen, zeker geworden. En daar blijf ik nog. En dat, ja, ik zeg, er zullen best slechte militairen zitten, maar ik blijf een fan van ze. En toen, met dat schrijven werd dat nog meer eigenlijk. En dat ging eigenlijk onverwacht zo verschrikkelijk veel, dat ook heel veel militairen in de klas kwamen, hè? Dat hun verhaal vertellen. Ja, ze waardeerden het. Ze waardeerden dat ze post het. Kregen van jonge leuk. Kinderen. Ja, dat stond dan in al die brieven, want we hebben dus 10 mappen vol gemaakt. Bij jullie map is de eerste, dat vond ik altijd de belangrijkste. Maar ik heb hem maar met moeite weggegeven, die ene, de rest niet. Maar ik denk, ja, wat moet ik dan toch met die ene nog doen? En dan is het verhaal niet helemaal af. Nee, maar waar zijn die stukken nu allemaal? Die brieven, die herinneringen? Die stukken liggen in Soesterberg, in het Militair Museum daar. En dat had ik gevraagd, omdat ik denk, ja, ik ben nou boven de 80 en er gebeurt wat. Wat gebeurt er dan met die mappen van mij? Waar wij toch heel veel werk aan hebben gehad. En waar heel veel militairen vertelde hoe ze daar hebben gewerkt, hoe ze zich voelden, zelfs tegen die kinderen van de klas. Ook aan jullie, denk ik, geschreven ze ook wel. Dat vond ik een heel vervelend gevoel even. Wat, ja, wat eigenlijk moet ik wilde daarmee? U dat veiligstellen. Ik wilde het veilig maken. Ja. Ja, ik denk, dan is het toch bewaard. Ja. En dan was maar de vraag of die dat deden. En ik had de conservator van Soesterberg aan de telefoon. Hij zegt, we gaan vergaderen erover. En met de volgende dag kwam hij al, het is goed, kom ze maar brengen. Ja. Dus toen hebben wij met z'n drietjes, zoals wij ook naar Bosnië zijn geweest natuurlijk, een keer. Wij zijn zelf dan in Bosnië geweest. Dat wist je misschien wel. Ja, ik wist het, ja. Ja. Zeker, want dat was in 2001, hè? Toen, 2001. Toen was minister De Graven van Defensie in één keer op de basisschool in Sleewijk. Ja, dat klopt. En wat kwam hij doen? Maar dat mijn echtgenoot, Wim Heijink, die was directeur geweest. En die had voor mij toen een briefje geschreven naar het ministerie. Van geachte lezer, de dames en de kinderen willen best de post eens een keertje zelf met de kerst naar jullie toe brengen in Bosnië. Nou, die hadden we al gedacht, dat is natuurlijk, dat gebeurt niet. Hè. Het was toen nog een beetje oorlog daar ook. Hmm. En het bleek dat ze toch aan het werk zijn gegaan op dat briefje.
Met een smaaltje had hij er zelfs onder gezet. En, ja, en ik, nou ja, ik heb het toevallig ontdekt dat ze er bezig waren. Want er ging een telefoon en dan nam al personeel wel die telefoon en ik zat erbij. En ja, met het ministerie van Defensie. Ik denk, jee, wat kan dat nou wezen, hè? Dus ik zei verder niks meer. Ja, er is niemand verder aanwezig. Ik moet de basis ook weggeven. Nou, geef niet, maar ik wil even doorgeven dat bijna alles in orde was. Ik denk, oh. Dat hoorde u zelf. Ja, dat hoorde ik dan zelf. Maar hij had al eerder gebeld naar school. Dat wist ik niet natuurlijk. Nee. Dus hij zei, nou, ik zal doorgeven dat het in orde is. Maar toen kwam de minister 6 december op school. Toen kwam hij naar school, toen wij met de groep. 8 was dat dan, kerstspullen gingen plakken en knippen in de aula. In de school was een grote aula, dat is nou helemaal niet meer. Die school heeft dat niet meer nu. Maar toen wel, dus beide klassen konden daar zitten en daar kwam de minister binnen. 2 politie zagen we al eerst en toen kwam de graven binnen. En nou, kinderen die keken alles op, wat moet die meneer hier? En ik zei maar zo'n beetje welkom, maar verder ook niet, want ze waren echt druk aan het plakken. Dat was het belangrijkste. Ja. En op een gegeven moment stond hij op en ging vroeg of hij de microfoon kreeg. Nou, die kreeg hij en toen zegt hij, ik kom hier met een boodschap. Jullie zijn nu zo hard en druk bezig met het kerstgebeuren voor de jongens daar in Bosnië. En ik had gedacht dat jullie het deze keer wel zelf mogen brengen. In Bosnië. Maar de hele klas dat kan niet, hè? Dus zei hij toen. Maar de juf mag mee en nog eentje. Die mogen mee en dan 6 kinderen. Nou, ze zaten allemaal even te kijken van wat gebeurt hier. Ik ook. Want ik wist niet hoe die dat allemaal zou doen. Nou ja, dat is dus verteld. En, Dat was op 6 december. En ja, dat was toen die minister. Ja. En ik heb gelezen dat dat jullie daar 17 tot 19 december daadwerkelijk zijn geweest. Ja, we moesten de 17e al weg. Dus dat was ook echt een paar dagen later. Ja. En toen, in het vliegtuig? In het vliegtuig gegaan, ja. Ja, dus we hadden geplakt en de graven heeft ook mee zitten plakken. En dat waren altijd grote dozen, want we deden dat natuurlijk 4 keer in een jaar, hè? Ja. Vanaf 92, 4 keer in een jaar sturen. En nou was het kerst en zodoende. Dat was de 10e keer nu. En wie mocht er mee van de kinderen? Dat want dat werd natuurlijk ruzie. Dat is geloot. Dat is keurig geloot. 2 klassen en de meisjes apart gedaan, de jongens apart en van die klassen ook weer apart. En daar werd uitgetrokken en degene die mocht trekken waren een paar die niet mee wilden. En de rest moest natuurlijk wel allemaal gaan vragen of ze wel mee mochten. Maar dat is toch goed gelukt. Ja, en die ene die zat erbij, en die, want dat was ook weer met elkaar. En die trokken keurig 3 meisjes en 3 jongens. De Kruif was commandant en die ontving ons met de grote dingen. En zei, ja, jullie zijn, de dames hoeven niet mee te doen hoor, maar jullie hebben je rugzakken, je krijgt alles mee, je helm. En elke dag sta je hier ook, wacht, met alle militairen. Er waren er 300 en er stonden er 6 van die kindertjes tussen. Dus wij konden dat helemaal meegenieten. En dat deed hij heel goed. En vlaggen hijsen en het werd de eerste dag al medegedeeld dat we bezoek hadden van Sleewijk enzovoort. Ja. Nou, dus dat is heel erg leuk gelukt. Ja. En was 2001 toen dat gebeurde ook het laatste jaar dat jullie brief hebben geschreven? Nog 1 jaar. Nog 1 jaar? Ja. Dus in 2002 is het 2002, gestopt. Want toen gingen de jongens in Bosnië bijna weg. Er zaten er toen wel 300. Het werden er al spoedig minder. En op laatst was het alleen maar nog deze niet veel meer. Ja. En dan was het, vonden wij niet meer nodig daar. Ik heb zelf ook begrepen dat u in 1995, dat is even terug, zelf zo'n blauwe baret, hè, die de militairen droegen. Het staat toch hier op de foto. Ook heeft ontvangen. Ja. En dat was heel bijzonder voor u. Ja, dat heb ik heel gekoesterd en ik denk, zou ik die ook afgeven? Maar ja, mijn kinderen hebben er niks aan en dan doen ze dan, hè. Dus ik denk, die geef ik dan ook maar die af. Die is ook in Soesterberg? Die ligt in Soesterberg. En is
Ja. Ja, de verzameling met brieven en documentatie, de baret en al andere zaken. Is dat nu vandaag de dag nog steeds te zien voor iedereen? Nou, dat heb ik van de week nog gehoord. Heel toevallig, want een juf van de school, die had een zoon, en die was ook op school, die wist dat ik dat verhaal ging houden. Die wilde even mij zien en zo. En die kwam en die zegt, ik was in Soesterberg en daar heb ik mappen zien liggen. Ik denk, haha, ze liggen er toch. Ja, ja, dat vond ik heel apart. Wat nee, die liggen er. Wat heeft deze hele geschiedenis u nou persoonlijk gebracht? Het schrijven van die brieven? Voor mij dat ik gedaan heb wat ik kon om toch de jongens aan te moedigen. Voor die jongens te zijn met die klassen. Want daar vroegen ze ook om. We vervelen ons. En ze, nou ja, dat gevoel blijf ik houden. Dat we het toen goed hebben gedaan om voor hun... nou ja, te schrijven en dingen te sturen was over en weer. Ja. En dat blijf ik nog houden, nog steeds. Er zijn in Srebrenica, in Bosnië, ook Nederlandse slachtoffers gevallen, hè, onder de militairen. Ja, hebben we toen we schreven, hebben wij ook een brief naar die mensen gestuurd. Ja, ja. En daar heb ik ook een reactie weer voor de klas van gehad. Ja. Ja, dat klopt. Heeft, doordat u dit mee gemaakt heeft, 4 mei, herdenkingsdag, een extra dimensie voor u gekregen? Ja, zeker. Ja hoor, dat had ik van Oosterbeek ook wel. Maar als je 11 jaar bent, is dat gevoel toch heel anders dan dat je nu hebt. Ja. Hè? Heel anders. Dat, ja, ik laat Oosterbeek natuurlijk nooit zomaar... achter wat dat betreft, maar, want er zijn wandeltochten. Die doen ook heel goed in Oosterbeek, vind ik altijd tot slot. Want dan zeggen jullie, ja, wat vind je van wandeltochten? Ja, want die gaan langs alle plekken waar die jongens hebben gezeten en gevallen was enzovoort. Hè. En dat vind ik toch goed, dat doet Oosterbeek. Die denkt daar nog steeds aan, door elk jaar te lopen. En waar herdenkt u zelf... de oorlogsslachtoffers altijd, op 4 mei? Op 4 mei. Hoe ik mijn tijd dan toch in Oosterbeek heb doorgebracht. Want er zijn natuurlijk dingen van militairen die daar liggen begraven nu ook. Hè. En ben ik geweest, heel vaak. Daar liggen er 1754, meen ik. En bijna allemaal airborne, bijna allemaal Britten. En die hadden als leider dan Churchill, een grote president, die wordt nou weer een keertje genoemd. Die had ik op zijn verjaardag nog geschreven, zijn brief staat hier, die ik terug heb gekregen. Die heb ik bewaard. Ja. Ja, gewoon omdat ik, en daar denk ik nog aan, die Churchill heeft daar veel aan gedaan om die jongens te sturen, maar op een gegeven moment moesten ze stoppen, hè. Ja. Stop ermee, en toen kwamen ze ook niet meer. En al die herinneringen komen boven rond 4 en 5 mei. Die blijven altijd bij me. Ja. Ook van Oosterbeek wel, maar ook juist Bosnië. Omdat dat nou zo recent was natuurlijk. Ja. En ik heb begrepen van u dat u nu op 4 mei 2019 naar Amsterdam mag. Op uitnodiging van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ja, dat klopt. Om daar de herdenking van dichtbij mee te maken. Ja, om een keertje een echte mee te maken. Ja, ja, want hier maak je het wel mee, maar ik heb hier natuurlijk eigenlijk niks. Dan in Oosterbeek ben ik al een paar keer geweest. Ja, uw geschiedenis ligt niet in Sleewijk. Nee, en dat daarom. En, nee, ik vind, dit is dan eigenlijk landelijk een beetje. En nou ja, ik mocht er komen, ik werd uitgenodigd. Ja. Ook omdat ik de Slag van Arnhem mee heb gemaakt nog, omdat ik natuurlijk 86 was. En toen zei die mevrouw, oh nee, meteen, je hoeft helemaal niks meer te zeggen. U mag door het keurig uitgenodigd. En nou, mijn kleinzoon Kasper, die heeft het dan gevraagd. En Kas gaan dus samen. 5 mei is een dag waar u nog elk jaar stil bij staat? Nee hoor, 5 mei niet. 4 mei wel, maar 5 mei nee. Dat zegt mij niet zoveel. Wat dat betreft, je hebt feesten gevierd, maar weet je, bij ons loopt het een beetje samen met de koningsfeesten. Je kunt ook niet 2 dagen, vind ik, feest vieren. Dat kan ik nooit helemaal snappen. Dat ze die 5 mei, en je ziet ook niet zo vreselijk veel feesten op 5 mei. Hè? Wel de vlaggen. Nou ja, die gaat bij mij ook uit. En die vlaggetjes die blijven gewoon staan tot
Ja. 6 mei haal ik ze er weer uit. Ja. Bedankt voor uw indrukwekkende verhaal. Nou, ja. Het is een beetje... Ja, ik weet het. Ja, hier kan je wel uren over praten, maar... Het ligt eraan wat ook de klas dan ook vraagt, hè, vooral de laatste tijd. En, ja. Ja, dat blijft u doen. Ja, nog wel, want dat vragen ze steeds. Hè. En dan vertel ik weer, begin ik weer, ja. Van toen ik 7 was en dat staat dan, begint met mijn foto en mijn eigen huis in dat ding. En dan kan ik van dat huis ook vertellen waar dat raam zat, waar die Duitsers schreeuwden en zo, ja. Ja, dat is altijd wel, vind ik een goed gevoel om dat te doen.